Klimaatstrijd is klassenstrijd. Wil je inderdaad je economie en je samenleving ecologisch duurzaam maken, dan zul je dus ook de vernederde, gekwetste en gekrenkte van het neoliberalisme mee moeten nemen. En dat betekent dus ook dat je gewoon anti-neoliberaal moet zijn. Dat je dus tegelijkertijd zult moeten pleiten en zult moeten streven naar een totaal andere inrichting van economie en samenleving. Hoe wordt deze samenleving nu wakker geschud? Hey, we hebben klimaatrapport na klimaatrapport, 1988, 1992, 1994 en ga zo maar door. Een hele stoet race van wetenschappers met allerlei hoeden en jasjes en titels is geparadeerd langs de pers en niemand heeft tot actie gekomen. En als jij tot die beslissinggevende kamers zult geraken, dat het een en-en verhaal is, maar je zult ook schokken moeten uitdelen. Je zult ook strijd moeten voeren. Je zult ook de bazaar door elkaar moeten schudden. Want anders wordt er niet geluisterd. Ik zou willen dat wij met een klimaattafel of met een sociale tafel, dat we Ewald Engelen samen met Shell zitten en zeggen, beste vrienden, klap het eens uit. Zorg voor een oplossing. Dat gaat niet gebeuren. Ewald praat fantastisch goed, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, maar het is ook een kwestie van krachtsverhoudingen, hoe dat je dingen in de maatschappij verandert. En soms moet het aan de boom worden geschud. Soms moet het aan de boom worden geschud. En dat is wat Ewald denkt. Ewald straks heeft gezegd, we hebben nu een generatie die aan een boom schudt. En we moeten zorgen dat de werknemers die aan de boom schudden, de jongeren die aan de boom schudden, dat allemaal samenvloeit.